Ja, want wat gaan we slopen? We gaan jouw kamer slopen. Nee. Kapot maken. Oh, dat is wel een goed idee trouwens om dat te maken. Mooi vol scherpen. Maar ik heb jou al petting, ja? Nou, dit hebben we al ingepakt. Hé, hey, niet haast het instorten. Dit gaat tegen de kamer. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video van Broer & Zuster 2. Ik ben Haley. Ik ben Heden. En dit is Katniss. Hey, uit de verhuisdoos. En vandaag gaan we lekker een vlogje doen waar we gaan inpakken en slopen. Ja, want wat gaan we slopen? We gaan jouw kamer slopen. Nee, kapot maken. Nee, de muur tussen mijn kamer en de Broer & Zuster 2 kamer. Ja, die gaat eruit. Want we moeten alvast die muur slopen, omdat het een muur was die we hadden gemaakt. Ja. Dus hij moet eruit. Hij moet eruit. Nou, dit hebben we al ingepakt. Wat doet hij nou? Ik heb wild van de dozen. Oh jee, wat is hier? Blijf zitten. Kijk wat ze doet. Ze gaat ze wel erin bij jou. Wat is er nou? Wat doet hij nou? Wat gaat hij nou doen? Oké. Okay. Zullen jullie zien? Ja. Ik had heel veel van Pokémon. Ja, en Helen is bijna jarig. En wat wil hij dan hebben? Kijk, ik ga even laten zien wat hierin zit. Nou, dit zijn er pas één. Dit is van de McDonald's, toch? Nee. Ooit? Ja, McDonald's. Ja. Ik heb deze. Bij de McDonald's hadden ze ook eens een keer Pokémon kaarten. En ik heb deze. Oh. Ik heb er ook eentje aan Haley gegeven. Oh. En kijk maar wat daarin zit. Heel random. Kijk maar. Rups. Nee, dit was even zijn naam. Kijk, hierna wordt het een metapot eigenlijk. Oh, en hebben we de naam vergeten ervan. Nou, deze is al ingepakt, zie ik. Deze kleine Pokémon. Neem jij een doosje mee naar boven? Want we gaan ook je wat inpakken bij jou. Oh ja. Ja, gaat het wel zo? SpongeBob SquarePants. Hey. SpongeBob SquarePants. Oh, dat is wel een goed idee trouwens om dat te maken. SpongeBob SquarePants. Maar ik heb jou al Patrick, ja? Jij bent Patrick. Oh. Ja, neem maar een doosje mee. Wel een beetje waar, denk ik. En wat gaan we slopen, Heden? De muur. Hier zo, deze die muur. Die hebben we zelf laten maken. Oh, Among Us! Ja, oh jee, Among Us. Oh, die heb je ook nog, ja. Nou, dit is dus een muurtje die we zelf hebben gebouwd. Dus, oh, je ziet zelfs nog een stukje van je muurschildering die hier zat. Ja. Ja. Dus zullen we even de andere kant laten zien, hoe dat eruit ziet, Heden? Want hier is het al een beetje gesloopt, hè? Ja. Ah! Oh, papa, als straks wil ik de muur eruit trappen. Nou, dat moeten we wel een beetje met beleid doen, want de kast van Heli staat er nog, dus. Ja, die andere. Ja, je kan aan deze kant. Ja. Maar ik weet niet of je het kan schoppen, hoor. Nee. Oeh! Gaat het? Ja. Nou, kom, wij gaan hier maar even weg. Zoekdekking! Hé, hey, niet huis gaat instorten! Ja, nee. Maar hier, de rek ligt er nog. Ja, die haalt papa er zo meteen af. Oh, oké. Okay. Papa is nog aan het schroeven. Hij is nu die bovenkant eruit aan het schroeven. Moet die kast dan niet al aan de kant of zo? Nee. Die laten we even staan. Haley, kijk eens achter je wat papa aan het doen is. Oh! Oh, erg weg. Hoe gaat het eruit zien? Ja, nou ja, moet maar even dan, hè? Nee, het moet vooruit. Je krijgt de kast niet van zijn plaats af. Nee, maar dat zou ik ook niet doen hoor. Die zou ik gewoon lekker. Die kant op, weet je dat? Ja. Ik test even. Zijn al mijn favoriete dingen eruit halen. Oh, hij gaat even testen. Oké. Okay. Haley, ga testen. Ah! Het werkt, roept hij. Oh, dat is wel een beetje. Ja, er zit nog geen gat in de muur hoor. Heden, het is tijd om te slopen. Oké. Kom je? Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? Even wachten, schat. Nee, niet vanaf die kant. Papa gaat je zo meteen uitleggen wat je mag doen. Oké, Haley. Je mag schoppen. Oeh. Oké. Oh nee, dat gaat toch niet? Kijk, die hele kast die gaat heen en weer. Oh nee. Oh nee! Nee! Ah! Hij gaat dus meer in zijn geheel, denk ik. Hè? Even kijken wat hier is gebeurd. Wat zijn de schade? Wauw! Haley, doet het pijn aan je hart. Oh, schatje toch. Je krijgt een mooie nieuwe kamer, hè? Ah, ja. Wat heb je gedaan?
Nee, 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 je mag niet met de hamer. Want als jij een hele rond maakt, ga je het gewoon uitschoppen. Oh, wat erg. Je gaat de hele kamer. Wow, oh, dat is een magische doorway. Wat heb je nou gedaan? Ja, je wc moest nu decoreren, dus ik dacht, ja. Dus zeg maar, nu stof. Feng Shui. Feng Shui, doe maar het raam open. Ja, allemaal stof. Heli, je kamer is opeens 2 keer zo groot. Yeah. Ik zal proberen het stof zoveel mogelijk te beperken voor jouw kamer. We moeten daar alles zuigen en opruimen. Ja, dat komt wel goed. Oh, de deurbel. Ik denk dat je vriendje is, Helen, dat hij lekker buiten wil spelen. Ga maar even kijken. Okay. Heli? Ja. Heden is het huis uitgevlucht. Hij is buiten aan het spelen. Ja? Okay. Tussen de regen en de sneeuw en de zon en de hagel door. Ja. We hebben nu weer even zon, dus hij is even lekker naar buiten. Ja, snap ik. Maar jij mag dit. Dit moet allemaal mee. Ja, we moeten nu in dozen stoppen. Ja. Deze moet wel iets meer erachter dan. Dat ja, het een beetje tegen je bed aan. Zoals, en even draaien. Moet hij dan... De tv heb ik pas hier op. Ja, de tv op je kamer? Nou echt niet. Oh. Jij moet een beetje draaien, schat. Ik heb een idee. Is het goed als ik hem gewoon... Ik heb een idee. Geef mij een tv. Ja. En ik zeg gewoon keihard nee. Ja, jawel. Je krijgt de tv op je kamer. Yeah. Oké, okay, nou ik alleen, zou zeggen... Als je dit gewoon allemaal aan de kant hebt gezet, dan kun je hier gewoon je iPad zetten en dan Netflix kijken en dan heb je op de liefde. Tijd om in te pakken. Nou, tijd om in te pakken. Tijd om te gaan. Heli, wanneer gaan we nou eindelijk verhuizen? Over een maandje of zo. Ja, dat duurt nog wel even. Ik vind het lang duren. Pablo? Ja? Wanneer gaan we nou? Duurt te lang. Ja, ik ben niet eens verhuisd, ben gewoon werken. Ja, daarom mag je dit slopen. Want die vloer gaat er ook uit. Oh, Heli, even aan de kant. De vloer moet er nu in, want de vloer heeft waterschade gehad. Dus we moeten een nieuwe vloer halen. Dat komt heel mooi uit. Kan ik het heel mooi aanleggen. Ja, precies. Oké, okay, nou. Heli, hier komen. Ja. Kijk uit, hem op. Is een klapbandje. Ja. Dat is een deur. Wauw, super grote lolly. Ja, ah, die kan wel weg toch, Heli? Oh nee, ik wil de stok bewaren. Je wilt de stok? Wat moet je nou weer met die stok? Ik maak je mega hamer maken. Mega hamer. Spin! Waar? Spin? Op de grond. Ziet er wel gek uit zo, hè? Vind je niet? Aanzienend. Nu is het geen kamer meer eigenlijk. Wat zijn dat voor poppen dan? Ja, dus ze zijn van de Monster High Pop. Dus dit is iets van 4, 6 jaar geleden hoe ze die maakten. Kijk hoe mooi dit is gewoon. En dit is dan een paar jaar later. Een beetje een glowdown. Een glowdown? Ja. Oké. Okay. Ben je lekker met de Barbies aan het spelen, schat? Oh. Maar dit ga je dus allemaal wegdoen? Ja. Maar dit komt dus allemaal op Vinted te staan? Ja, maar ik weet niet wat ik ga doen met de jurk. Oma is het gewoon gemaakt. Jurk. Ja. Nou, wat jij wil. Oma vindt het vast niet erg als je het weggooit. Anders doe je het gewoon in een stoffenbak. Nou, ik ben blij dat we niet elke week verhuizen. Want wauw, wat is het veel werk. En oh, als je ziet van... Elise, wat heb je een rood oog? Nou, ik heb een gesprongen ader in mijn oog. En dat komt door de zwangerschap. Dan staat er iets meer druk op je bloedvaten. En bij mij sprong je in mijn oog. Dus het ziet er enger uit dan het is. Dus, maar goed. Haley, wat vind je nu van je kamer? Heel raar. Beetje gek, hè? Ja, wij zijn even naar beneden gegaan. Want er vloog allemaal van dat... Van, ja, van dat gruis of zo een ja, beetje rond. Ja, ik heb echt gekeken. Hoe kan je iets wegspoelen met cake? eigenlijk wegslikken.
Weg. Ja, even een kopje thee drinken. Wij gaan even niet meer naar boven totdat papa helemaal klaar is. Maar je hebt al wel heel veel gedaan. En Helen is het huis ontvlucht. Die is lekker aan het spelen bij de buurjongen. Ja. Dan gaan wij lekker een kopje thee drinken. Yes. Oh, die zou ook vast wel snoep hoor. Ik zeg maar met een zak snoep lopen. Oh. Ben je klaar voor het resultaat? 3, 2, 1. Dit ziet er vrij normaal en fris uit. Fris uit, wel met raam dicht doen. Oeh, het sneeuwt gewoon naar binnen. Ai. Oh, dit is echt gek jongens. Dat is echt heel gek. Oh, kijk. Oh, je moet hier even komen. Ja, je kan hier staan. Papa heeft alles netjes opgeruimd. Oh, jeetje. Hier, dit is de scheiding nu. Hier zat dus de muur. Helemaal. En die is weg. Er zit hier nog het randje van de muur. Gaten in de grond. En ja, je kijkt nu eigenlijk tegen de achterkant van de kast staan. Dus we denken gewoon een muur. Moeten we hier niet iets van gewoon een gordijn even ophangen of zoiets? Ik zou het super duper eng vinden om 's nachts wakker te worden. En dat ik dan ga plassen en dat ik daar dan in het donker kijk. Ja, het is wel een beetje maf, ja. Een beetje gek. En dan in één keer zo, iets zo... Ja, het is een beetje... Het is echt heel gek dit, als je dit zo ziet. Ja. Eerst was het echt een kamertje. En nu is het gewoon een... Ja. Een open ruimte geworden. Ja. Wat vind je ervan, Heden? Leuk. Ja, vind je het leuk? Vind je het niet een beetje gek? Maar dit is een grotere kamer dan mij. Wat zeg je nou? Oh, Haley, je hebt zelfs een wasmachine op je kamer. Leuk. Dat is een beetje zo'n assenpoesterstulpje, weet je wel. Dat is weggestopt in de kelder. De vloer gaat er morgen uit, hè, hier. Ja. Dus morgen is er geen vloer meer. Dan val je gewoon naar beneden als je hier staat. Wat? Val je naar beneden zo? Oh! Nee, niet op die manier. Het laminaat. Dus die houten plankjes hier, zie je? Oh, dit. Dus ja, niet dat gat. Want hieronder is jouw kamer. Oh, ja. Dan zou de wasmachine op je bed komen. Dat is geen goede idee. Dat is niet zo prettig. Nee, dat is niet zo prettig. Maar wat vind je ervan? Leuk. Ik ga hier de hele dag rondrennen. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Voor nieuwe mensen, dan zien we weer video.